In deze video gaan we 6 aandelen behandelen. We krijgen heel vaak de vraag, kunnen jullie als Nederlanders ook eens een keer kijken naar de Belgische aandelen? En dat gaan we doen. En die gaan we aanpakken vandaag, want we gaan het aanvliegen als een voetbalwedstrijdje. De Belgische vrienden van ons. We hebben heel veel Belgische kijkers. Absoluut. Zijn natuurlijk onze vriendelijke buren. En dat zijn het ook altijd. België voelt ook een beetje als Nederland, voor mij ook. Maar in deze video gaan we ze aanpakken. Want we gaan kijken wie de beste aandelen heeft. Gewoon Nederland of België. Yes, en dan gaan we beginnen met de indexen. De indexen kunnen we natuurlijk heel makkelijk vergelijken. De BEL 20, de Belgische index en de AEX, onze Nederlandse trots. Hey. Dat is waar. En als we dan gaan kijken sinds de coronacrash, is het verschil echt duidelijk zichtbaar. Jaren voor corona zag je natuurlijk hier ook al wel een verschil ontstaan. Maar zeker de afgelopen periode, er zit gewoon echt een serieus verschil tussen. Ja, bijna 300% verschil. Eigenlijk is dat verschil er altijd wel geweest. Hier zag je ook een serieus verschil. Uiteindelijk is dat een hele lange periode tussen 2002 en 2008. Nou, we hebben uiteindelijk ook weer een mooie crisisperiode gezien. Maar daar was het redelijk onper. En ja, eigenlijk deze periode is het alleen maar verder uit elkaar gaan staan nadat we COVID hebben gezien. Dan hebben wij natuurlijk wel het geluk met de ASML in ons AEX-mandje. Nog wel. Nog wel. Nog wel. Als het er even niet goed uitziet in de toekomst, dan gaan die ook naar het buitenland. Maar dat is natuurlijk zo. Die trekt wel een beetje de kar voor wat betreft Absoluut. De AEX. Dus dat telt zeker mee. Maar als we kijken naar de indices zelf. Ja. Die vormen het mandje met een hele hoop aandelen van grote bedrijven. Ja. Dus dat vertelt wel wat over welke aandelen scoren er nou beter. Voor welk land. En ik denk toch wel dat wij hier in Nederland... Ik denk dat dit een 1-0'tje is. Ja, absoluut. Een 1-0'tje voor wat betreft Nederland tegenover de Belgen. Maar dan hebben we het over de totale indice. Ja. We gaan even de diepte in. Ja. We gaan eventjes wat verder kijken dan onze neus lang is. En als we kijken naar België en als we kijken naar Nederland, kijken we toch ook naar... Nou ja, zeggen de Belgen, als je naar Nederland kijkt, denk je niet aan bier. Maar Heineken zie ik in elke film. Ja. Dus ook hier denken we aan bier. Ab InBev en Heineken. Ja. Interessant. Ja, ik heb toch wel liever een Belgisch biertje, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat wel. Dat wel, maar... Ja, we zitten hier natuurlijk voor de aandelencijfers, dus laten we maar eens gaan kijken welk bedrijf er beter scoort. Als we dan gaan kijken naar de market cap, kunnen we zien welk bedrijf het grootst is. En grote bedrijven, ja, dat vertelt vaak wat. Omdat die zijn niet voor niks zo groot. Die nee, zetten meer om, dus daar kijk ik altijd naar. Ja, market cap, Heineken, bijna 50 biljoen. En als we dat gaan doen voor Ab InBev, die is bijna 2 keer zo groot. Ja, dus market cap technisch. Market cap technisch, Ab InBev gewoon groter. Ja, ja. Kijken we naar de PI-ratio, die hebben we liever zo laag mogelijk. Bij een eerste analyse natuurlijk. Daarna moet je dieper de cijfers in. 23,5. En Heineken 22. Dus wat dat betreft staat Heineken er misschien iets interessanter voor. Dividend yield, ja, die zien we graag zo hoog mogelijk. Heineken 2,3% en Ab InBev 1,5%. Dus okay. Daar zitten wat verschilletjes in. Oké. Dan kunnen we nog ook naar diepere cijfers in. Bijvoorbeeld via TradingView weer. Pakken we even de gewone chart erbij. En als we daar dan diepere cijfers in duiken. Zien we bijvoorbeeld de schuldenratio. Nou, die is voor Heineken vrij stabiel, een beetje rond de 60%. En als we dat dan gaan bekijken voor Ab InBev. Ja, gelijkwaardig aan elkaar. Maar daar loopt schuld wel ietsje terug, maar redelijk gelijkwaardig op dit moment. Okay. Dus ik zeg gelijkwaardig. Dus ik zie een plusje voor Ab InBev, ik zie 2 plusjes voor een Heineken. En hier zijn we een beetje, oké. Een beetje stabiel. Ja. Kunnen we ook natuurlijk gaan kijken naar de winstmarge. Bij Ab InBev centen komen er binnen. Hij fluctueert daar wel heel aardig. Op dit moment, of laatste jaar, of laatste kwartaal, 11,2%. Dus we even switchen naar het jaar, 9%. Redelijk vlak de afgelopen 3 jaar. 2020 natuurlijk coronajaar geweest. Zwaar geweest voor de biertjes. Ja, en hoe is dat dan geweest voor Heineken? Dat is ietsje minder. Ietsje minder, ja. Oké. Als we dan weer gaan kijken naar de omzet, stijgt die juist ietsje bij Heineken.
En bij App InBev ook. Oké. Kijk. Ja, en dan de chart. Dat is natuurlijk ook een vertaling van wat de mensen vinden. De chart is natuurlijk heel belangrijk. En als we kijken naar deze chart, dan zien we ook deze periode, weten we allemaal, is COVID. En als we kijken vanaf COVID, vanaf die bodem, ja, wat hebben we? En dan kijken we even puur technisch vanaf de bodem naar waar we nu staan, staan we 90% hoger. Oké, wat is belangrijk? Dat je uiteindelijk ook met deze prijsactie wat positiviteit creëert. En wat oude prijsactie terug weet te gainen en terugkomt in oud prijsgebied. Nou hebben we hier wel links en rechts wat gains hebben we gezien. Maar waar je echt in terug wil komen, is natuurlijk hier, dit gebied. Uiteindelijk is hier het gebied wat belangrijk is, want dit staat weer in verbinding met dit. Het is eigenlijk een soort van tussenliggend prijsgebied. Je wil uiteindelijk hier naartoe. Nou, je hebt dat wel opgezocht, je hebt dat al wel getest, maar ja, het hangt nog steeds een beetje in dezelfde regio rond. Als we dan kijken naar hoe Heineken heeft gepresteerd. Ziet die chart er sowieso al heel anders uit. En als je dan kijkt vanaf het COVID-gebied naar waar we dan nu staan, sta je 30% hoger. Oké, dat is één ding. Maar de totale chart, ja, als je deze zo ziet, en als je App InBev zo ziet, ja, dan ziet het er bij Heineken gewoon op dit moment beter uit. Misschien, kanstechnisch, kan je er wat van zeggen. Dat je zegt, ja, misschien App InBev, maar dan moet je de cijfertjes in. Is het misschien interessanter om hier te kopen met meer R. Want Heineken staat aan de andere kant al wel hoog. Maar ja, als je kijkt naar hoe dit erbij staat, ja, chart, vind ik dan toch wel een puntje voor Heineken. En conclusie technisch, ja, als je kijkt naar de market cap, oké, van App InBev, het is een groter bedrijf. Heineken PI ratio plusje, dividend yield plusje. Verder rest zie ik ook wel redelijk wat plusjes verder voor Heineken. Ik zeg 1-0 voor Heineken. Ja, zeker weten. Ondanks dat je de biertjes lekker vindt in België. Ja. Oké. Mooi, dan hebben we de biertjes gehad. En dan hebben we ook nog een stukje waar we allemaal elke dag gebruik van maken. Want dat doen wij nu ook met elkaar. Communiceren. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk, want er zijn altijd gezegden zo. Over de Nederlanders en de Belgen. Oh. En ik heb het Sixke even gevraagd, onze Belgische moderator. Ja. En die vindt toch wel dat wij als Nederlanders gierig zijn. Dat hoor je vaak, hè? En dat wij het beter weten. En dat we dat ook laten merken in onze communicatie. Die snap ik wel. Dat veel Nederlanders denken alles altijd beter te weten. Maar gierig, ja, ik hoor dat inderdaad ook altijd veel. Ik voel me daar niet in thuis. Nee? Nee, jij wel bergierig dan. Ja, jij bent echt wel gierig. Ja, ik wel. Nee, maar ik vind dat niet. Nederlands zijn dus heel gastvrij en geverig wel, vind ik. Tenminste, de mensen die ik om me heen heb dan, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat is toch denk ik ook altijd hoe je in je eigen wereldje kijkt. Zo maar goed, dat zijn gewoon de items of die mensen altijd zeggen. Maar ja, die Belgen, ja, die zijn beleefd. Ja. Maar ze zeggen ja als ze nee bedoelen. Oké. En dat is, dat vind ik altijd wel lastig. Ik heb graag dat iemand direct is. Ja. Bij de Belgen, ja, die proberen soms wel. Zeggen links als ze naar rechts willen. Ja. Proberen ze omheen te draaien. Oké. Maar goed, communicatie. Als we het hebben over communicatie, hebben we het over Proximus en KPN. En ook daar kunnen we weer de cijfertjes van opzoeken. Proximus, market cap van 2,4 miljoen. KPN, 13,7. KPN een stukje groter. Zeker. PI ratio, 16,5 bij KPN. En bij Proximus, 6,7. Dus zou je denken, misschien is dat wel wat interessanter. Dividend yield, bijna 19% forward. Dat is knakies. En 4,3. Dus okay. Je zou zeggen, als je naar deze cijfers kijkt, naar de PI ratio en naar dividend yield, nou, Proximus staat er gewoon veel beter voor. Nou, dat zou je wel denken. Zeker met die dividend. Kom maar door. Maar dan de chart. De chart ligt niet. De chart, die ligt niet. Als we kijken naar Proximus, ja, dan zien we inderdaad gewoon, ja, deze chart hoef je niet heel lang voor charts mee bezig te zijn om te weten of dit er goed uitziet of niet. Ja, dat gaat eigenlijk, als je de top zou bekijken vanaf 2015, is dat eigenlijk al één grote sinus, één grote golfbeweging naar beneden. En dan wil je uiteindelijk hier iets weten te gainen. Dat lukt niet, is een rejection en ziet er vooralsnog dus, niet heel erg lekker uit. Ik denk dat dit een vrij duidelijk verhaal is. En als je dan kijkt naar de chart van KPN, ja,
is een iets ander verhaal. Hè? Want als we kijken naar de COVID-periode, laten we hem eventjes vanaf een COVID-periode meenemen. Ja, dan is het gewoon een uptrend. Je zit vanaf COVID hier, vanaf die bodem, zit je gewoon in een uptrend. En die uptrend die loopt nu tegen een belangrijk resistance level aan. Absoluut. En daar wil je uiteindelijk doorheen komen om de continuation te zien van deze prijsactie. Maar ja, dit ziet er wel even wat anders uit. Ja, alhoewel hier bij KPN is er ook wel wat gebeurd in de periode eens, van 2012. Eens. Alleen je bent wel op zoek naar kanteling van momentum. Je bent wel op zoek naar kanteling van de trend. En uiteindelijk is die neergaande trend gestagneerd in eerste instantie. Want je kan het ook zien als dat we in een range zitten al een hele lange tijd. Kan je ook zo zien. Alleen als je het hier afkapt, ja, heb je vanaf 2020 gewoon een uptrend ingezet. Ja. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Dus een uptrend is hartstikke lekker. Hier gainen zorgt voor nog meer positiviteit. Maar al met al staat deze chart er echt wel beter voor. Absoluut. En dan de cijfertjes. Balance sheet. KPN die staat op schuld van 80%. Lichtjes afgenomen. 2019, 2020, 2021. En een Proximus. Schuldratio is lager. Ja. Maar wat ik minder fijn vind om te zien, is dat sneller toeneemt. Is dat die toeneemt. Ja. Dus van 65 naar 70%. En trend is ook heel belangrijk. Mensen kijken soms alleen naar de ratio op dit moment. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk dat je ook de trend meeneemt. Waarom loopt die schulden toe? Heel belangrijk om eventueel verder mee te nemen in de analyse. Maar ik zie dit liever niet. Nee, duidelijk. Dan kunnen we ook gaan kijken naar de winstmarge weer. Nou, die loopt behoorlijk af bij Proximus. Ik wou het net zeggen, dit is niet heel lekker. Dus de omzet die stijgt licht, maar de winstmarge neemt af. Dus geven ze ook de omzet nog keer moeten ze harder werken om meer geld binnen te brengen. En ze houden minder over. En dan geef je ook nog eens een keer heel veel dividend aan je investeerders. Ja. Dat is lekker als investeerder, maar voor de toekomst en lange termijn, als je deze dingen bij elkaar optelt, weet ik niet of dat nou wel zo verstandig is. Nee, vraag ik mij ook af. Bij KPN is hij de afgelopen 2 jaar rond de 15% geweest. Ja. Ja, dat is gewoon een prima winstmarge voor dat soort bedrijven. Ja, maar dat staat er dus ook ietsje anders voor. Ja, kunnen we bijvoorbeeld ook nog gaan kijken naar More Financials, waarin we op zoek kunnen gaan naar een vrije kaststroom bijvoorbeeld van het afgelopen jaar. Nou, die zien we bij KPN dat die redelijk stabiel is. Ook de afgelopen jaren kleine plusjes, maar fluctueert niet heel hard. En als we dat dan gaan doen voor een Proximus, ja, dan zien we dat de vrije kaststroom Schommelt het echt behoorlijk. Het schommelt en het is de afgelopen 2 jaar flink afgenomen. Ja. Dus waar je de eerste instantie met een paar key ratio's, een dividend yield en een PI ratio zegt van, wow, misschien is het wel interessant, zou ik hier zeggen, afblijven. En dit is precies de reden waarom we zeggen, ga dieper de cijfers in. En nu is het nog steeds redelijk oppervlakkig. Maar op basis van de eerste 2 cijfertjes denk je, nou, deze keuze is toch vrij easy. En dat is ook waarom je er dieper in moet. Want als je alleen maar kijkt naar een PI ratio, of als je alleen maar kijkt naar, oh, wat krijg ik voor dividend? Ja, dan kan er nog zo rooskleurig uitzien. Maar op de achtergrond kan het heel anders in elkaar zitten. Dit is een duidelijke 1 nulletje voor Nederland. Kijk, weer. We lopen aan kop. Nou, maar we hebben nog niet alles gehad. Als we het hebben over Nederland en België, wat is iets wat we kunnen vergelijken? En waar ik wel interessante dingen zie. Boodschappen. De boodschappies. Ja, ja, we hebben allemaal boodschappen nodig. We moeten allemaal eten. En dat is in Nederland wel duur, hè? Dat weten we allemaal ondertussen. Duur bij de, ja, aan de grens richting Duitsland, maar ook richting België. De mensen gaan vaak naar de supermarkt net over de grens. Tanken over de grens, omdat het daar een stukje goedkoper is. En ik heb ook het idee dat de kwaliteit daar beter is in België. Ja? Ja, we zijn afgelopen zomer zijn we in België op vakantie geweest. En dan koop je bij de slager in de supermarkt een schnitzel of een ander stuk vlees. En hier in Nederland krimpen ze in de pan. Al het water, damp, alle vocht gaat eruit. Ja. En daar blijft gewoon een groot stuk vlees. Eens. Dus ietsje goedkoper en kwaliteit beter. Ja. Maar dan de vraag. Maar dat maakt me niet zo uit. Ik wil investeren. Je wil investeren, ja, juist. We hebben 2 aandelen. Ahold, dat is natuurlijk onze Nederlandse trots. Nog wel. Je weet het allemaal nooit, hè? Hoe lang bedrijf hier nog zit. Ze worden allemaal weggepest. En Koolruidje, ja. Zeker. Wordt ook wel veel aangevraagd door de Belgische kijkers. Heel veel.
Market cap 26,2. Ja, aandeel 25. Groter, ja. Ja, ja, ja. Gewoon een stuk groter aandeel. PI ratio 5,4 bij Colruyt. 14,2. Hoger, ja. Ja. Dividend yield 4,4. 1,8. Dus hier zitten we een beetje in. Het is een grote bedrijf, Ahold. Ja. PI ratio wat minder interessant. Maar dividend is juist wel iets hoger. Ja, oké. Okay. Duidelijk. We zijn lekker de balans aan het opmaken weer. Maar er zijn nog een ander aantal dingetjes die we even mee kunnen nemen. En waar we naar kunnen gaan kijken. Zoals bijvoorbeeld de chart. Ik zie al tekenen. Ik wou zeggen de schuld. Maar de chart. Laten we eerst even naar de chart kijken. Dat kan. Ahold. Ja, chart is voelt en ziet er een beetje uit zijn up only. Ja. Ja, dit is gewoon... 2003 ja. Is het gewoon up only. En er zijn terugtesten geweest. Ja, dat hoort ook, is ook gezond. Maar Ahold is aan het vlammen al jaren en aan het groeien en cent aan het verdienen. En dat vertelt deze chart ook. Als we dan kijken naar chart van Colruyt. Bam, die boom. Zo. Ziet het er iets anders uit. Want vanaf 2002, laten we zeggen ongeveer vanaf dezelfde periode, zie je ook een flinke groei. Maar de laatste tijd is het... toch een iets ander verhaal. En ja, je hebt zeker wel een hele serieuze bounce gezien hier. Geen terugtest eigenlijk. Hè? Gewoon echt boom, bam. Gewoon echt omhoog. Als we het hebben over een V-bottom. Ja, dit is een mooie V. Dit is een serieuze bounce-up. Maar de charts zien er dus wel ook wat anders uit. Want als je kijkt hier. Ja, dit is even andere koek natuurlijk dan wat we bij Colruyt hebben gezien. Dan kan er op de achtergrond ook van alles en nog wat aan de hand zijn. Dan moet je inderdaad altijd even dieper de cijfers in duiken. Maar chart technisch, ja, denk ik dat het een duidelijk verhaal is. Ja. Ja, en dan ook daarbij kunnen we ook weer naar de schuldenratio kijken. Colruyt, ja, wat ik net ook al zei. Dit is iets wat ik liever niet zie. Oplopende schuldenratio. Nee. De assets lopen ook wel op, maar in verhouding stijgt de schuld. Hadden dan totaalvermogen. Zie ik liever niet. Hoe is dat bij Ahold? Ja, schommelt ook wel wat. 70% en bij Colruyt zat hij op 60%. Oké, dus Colruyt wel ietsje lagere schuld ten opzichte van Ahold op dit moment. Maar neemt wel toe. Dus wat doen ze daarmee? Waarom gaan ze die schuld uit? Dat is heel belangrijk. Waar zit die schuld in? Want dat een bedrijf schuld heeft, hoeft niet per se iets heel ergs te zijn. Alleen waar zit die schuld in? En dat kan je natuurlijk ook allemaal weer terugvinden in alle papieren, in alle kwartaalcijfers, in alle bundels die daar uiteindelijk uitkomen. Ja. Kan je dat allemaal in terugvinden? Misschien hebben ze al net een hele grote investering gedaan. Wat misschien iets heel positiefs is. Nee, dat weet zeker. Je niet. En dat kan je allemaal terugvinden in de cijfers. De winstmarge, die is wel flink afgenomen. 2022, 2%. Ik weet niet hoe het... Eerste helft van 2023, die cijfers die bekend zijn, wel weer flink in de lift. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe hebben ze het de laatste helft gedaan van vorig jaar? Hoe is dat bij Ahold? Nou, ook 2% fluctueert ook wel. Ja, en ook daar de laatste... Ja, maar daar blijft hij wat achter. Dus ik weet niet of daar dat... volgens mij wel cijfers van. Want bij Colruyt had je geen cijfers van het laatste kwartaal, volgens mij. Wel? Laatste half jaar. Nee, ja. Ik stel je dan wel weer de vraagtekens bij. Hoe kan het dan bij Colruyt die winstmarge in één keer weer zo hoog omhoog schieten? Ja. Dat vind ik wel een vraagteken. Zeker ook omdat in deze jaren hiervoor die winstmarge nog nooit zo hoog is geweest. Dus dat eenmalig iets? Of wat is daar gebeurd, zeg maar? Interessant. Een beetje fingerspitsen gevoel van... ja, je moet daar wel verder induiken. Wat is daar echt aan de hand? Waarom hebben ze een hoge winst? Fingerspitsen gevoel. Het is België, hè? Het is geen Duitsland. Het is geen Duitsland. Nee, maar, okay. Nee, dat geeft hebben we nog meer waar we in kunnen duiken? Want we hebben More Financials. Ja, omzet die is redelijk vlak. En bij Ahold... ja, die stijgt over de afgelopen jaar. Dus dat is een positief teken. Colruyt vlak. Ja, More Financials... kunnen we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar de earnings per share. Die stijgt bij Ahold over de afgelopen jaar gemiddeld genomen. 2024 verwachten ze een redelijk vlak jaar te hebben. Daarna weer een stijging. En bij Colruyt ziet het er wel anders uit. Daar is het wat afgelopen. En ze verwachten daar in één keer geen verdubbeling, maar een 70% hoger. Flinke stijging, ja. Dat weer is het dan... Ja, waar komt dat dan door? Waarom verwachten ze die stijging dat die wel zo gaat komen? Ook voor 2024 weer.
ja, zijn dingen om wel te onderzoeken. Ik heb wel mijn vraagtekens daarbij. Goed. Als we, Jordi, ja, deze dingen allemaal naast elkaar leggen, hebben we op basis van de index een 1-0. Ja. Voor ons. Ja. Hebben we op basis van de biertjes ook een 1-0. Ja. Zoals 2-0. Hebben we op basis van de telecom ook een 1-0, zeiden we. Ja. En op basis van de laatste de supermarkt, ja, is een 1-1. Maar wel even verder de cijfers in. Even dieper de cijfers in duiken, maar laten we zeggen een 1-1. Van het al komt het er gewoon op neer dat we met 4-1 gewoon die Belgen even hebben vermorseld. Ja, natuurlijk. We winnen gewoon. Nou ja, goed, dat zie je natuurlijk ook al wat terug in de index. Ja. Met alle onderliggende aandelen, daar zit gewoon een flinke gap tussen. En natuurlijk, we hebben nu 3 grote dingen gepakt. We hebben de biertjes gepakt, omdat die onderlinge strijd is altijd mooi, is altijd leuk. We hebben telecommunicatie hebben gepakt. En we hebben de grote supermarkt hebben gepakt. Tuurlijk zullen er aandelen te vinden zijn in België die het net wel beter doen als in Nederland. En andersom is dat ook. Maar we vonden het gewoon leuk om eventjes... We hebben heel veel Belgische kijkers. Ja. Om gewoon eventjes een keer België versus Nederland te maken. Gewoon om even te kijken. Maar eigenlijk gaat deze video er natuurlijk veel meer om dat je de cijfertjes in moet. En als je naar een aandeel kijkt, dat het veel belangrijker is. Dat is eigenlijk meer de message van deze video. Dat het veel belangrijker is dat je naar 2 cijfertjes op de voorgrond. Ja, dat je daar niet zo heel veel uit kan halen. Dat je uiteindelijk meer de diepte in moet gaan. Om uiteindelijk achter de juiste investering te komen. Is het wel verstandig om geld hierin te stoppen? En dat is meer de message van deze video. België en Nederland even losgelaten. Waar moet je in investeren? Waar kijk je naar? Wat is belangrijk? Absoluut. Goed, vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op dit kanaal. Ook als je uit België komt. En smash even op de duim. Graag tot volgende keer. Later.